Trainer, heel even terug naar vorige week. Als je zaterdagmorgen dan op de club komt en je ziet de kopjes weer. Is het dan een beetje fris of is het dan, zijn ze er nog steeds doodziek van? Ja, sportman ben je er natuurlijk altijd doodziek van. Maar, ja, dat was zaterdagmorgen ook. Dat is altijd wel natuurlijk naar een nederlaag. En daarin kijk je ook wat verder dan een nederlaag. Ik kijk ook wel naar het spel. Dus ja, zaterdagmorgen is altijd nog wel even een downstemming. Hebben jouw jongens daar meer last van dan wat meer volwassen spelers? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk als je verliest als sportman, dan vind je het nooit leuk. Dan zeker kort na een wedstrijd. Ja, op zaterdagmorgen is het natuurlijk kort na een wedstrijd. Dus ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt, nee. Was je er ziek van vorige week na dat verlies? Ja, ik was er zeker ziek van, want ik denk dat we meer hadden verdiend. En ik vind dat we zelfs de winst hebben verdiend. Alleen, het is, in de intensiteit lag het er niet aan. Maar vooral gewoon de kleine puntjes die we verkeerd deden. En daarom dat we hadden verloren. Nieuwe aanwinst van de week. Tommy van der Looy, blij mee? Ja, zeker. Een jonge jongen met toch al wel wat eredivisie ervaring. Vorig jaar veel gespeeld bij Groningen. Relatief veel. En toen ging het natuurlijk wat minder. Toen zijn ze daar wat nieuwe spelers gaan halen. Dus een beetje buiten de boot gevallen. Op middenveld konden we natuurlijk wel wat versterking gebruiken. Vorige week was het natuurlijk even afwachten hoe het met Mart Dijkstra zou gaan qua blessure. Dus wat dat betreft op middenveld een welkome versterking. Ja. Hoe gaat het met Mart Dijkstra? Ja, ik heb net ook tegen jouw collega's gezegd, scan gehad, daarop was niks te zien. Dus hij is eigenlijk weer ingestroomd van een week in de training. Hij heeft nu twee trainingen gedaan. Dadelijk even kijken hoe hij daaruit gekomen is. En dan moeten we een keuze maken. Hey Anthony, hoe was je vuurdoop vorige week? Ja, het was twee kanten. Ik kon het in twee kanten zien. We hebben verloren. Dat is, dat is nu wel verleden tijd, maar ik heb wel mijn eerste goal gemaakt in mijn basisdebuut. Dat was wel mooi meegenomen. Maar ik kijk vooral naar het team. En dus NEC is een club die in de Eredivisie hoort. Dus nu moeten wij zorgen dat we punt gaan pakken in de volgende wedstrijden. Vorige week, de eerste wedstrijd, was er even geen spitsenprobleem. Maar Sven was er niet. Sven was niet fit. Die is nu wel fit, denk ik. Ja, die is fit. Sven was vorige week gewoon een kwestie van heel weinig getraind die week. Plus dat hij zelf eigenlijk al aangaf de dag ervoor van ik kan niet trainen, ik ben te vermoeid. Ja goed, en als je dan 3-4 trainingen mist en een dag voor de wedstrijd niet kunt trainen, dan is het niet handig om te gaan spelen. Ook niet ten opzichte van de rest van de spelers die gewoon prima hun ding doen. En waarbij in dit geval Ole in de voorbereiding prima zijn werk heeft gedaan. Nu heeft hij gewoon een hele trainingsweek gemaakt, dus die is wel weer scherp. Wat is jouw taak aan de rechterkant? Ben jij iemand die de achterlijn moet halen en een bal moet voorgeven, of ben je iemand die er binnen moet komen en moet scoren zelf? Mijn taak is verschillend, maar vooral moeten we de spits bedienen, want daarvoor is hij er. En de spits heeft die voeding ook wel nodig van de voorzet van de buitenspelers. En daarmee wisselen wij het af, de buitenspelers binnen door en buitenom. Ja, dat is onze taak. Wat denk je voor morgen? Sta je erin? Ik hoop van wel, ik denk het wel, maar we zullen het zien. We zullen het zien. Succes man. Dankjewel. Jong Ajax, uit, dat is altijd weer een verrassing, want je hebt geen idee waarmee ze gaan spelen. Klopt, ja, dat is ook zo. Hè. Ze spelen natuurlijk dinsdag op Cyprus, Champions League. Dus daar zullen wat jongens meegaan waarschijnlijk. Maar goed, ze hebben altijd natuurlijk wel individuele kwaliteit. En soms is dat heel jong. Dus hopelijk kun je daar in fysieke zin wat verschil maken. En vooral ook belangrijk denk ik, hoe zijn we zelf aan de bal? Want je kunt wel constant denken in hoe gaan we Ajax tegenhouden. Maar je moet gewoon ook goed zijn aan de bal en ook met lef durven spelen. Waardoor je ook Ajax een keer terug kunt dringen. Ze hebben natuurlijk van de week gewonnen, of verloren van Os, sorry. Waarbij ze heel erg veel de bal hebben gehad. En Os heel erg doelgericht en veel rendement had. Ja, als je alleen maar gaat denken in verdedigen, dan heb je denk ik eigenlijk wel een probleem. Dus je moet ook je momenten kiezen waarop je gaat voetballen en ook in de omschakeling gevaarlijk kunt zijn. En daarin hebben we wel wat snelle jongens voorop, waar ze wel kwetsbaar zijn. Ik sprak afgelopen vrijdag nog even de algemeen directeur en de technisch directeur en de financieel directeur. Dat is in dit geval één man, dat is lekker makkelijk ook. En die zegt, we zijn nog niet klaar op de markt. Nee, dat is zo. Dan heeft hij het denk ik vooral over jongens die er nog bij moeten. Ja, daar zijn we natuurlijk naar op zoek. En wellicht gaat dat wel samen met jongens die er eventueel nog uitgaan. Want daar weet je ook nog nooit wat er gaat gebeuren. Hopelijk kun je een aantal jongens daar binnen boord houden. Maar ook daarbij afhankelijk van wat er nog gaat gebeuren. Dus het zijn de laatste paar dagen. Bijna twee weekjes denk ik, iets minder. Ja, die blijven wel spannend wat er nog gaat gebeuren. Welke posities wil je er nog wel bij hebben?
Nou, als je echt specifiek kijkt, denk ik dat we op positie 10 gewoon echt iemand nodig hebben die heel zwart-wit, als je heel zwart-wit kijkt, iemand die 15 goals maakt. He, dus wat scorend vermogen en wat dynamiek, wat diepgang op het middenveld. Daar missen we echt wel een speler en dat is echt wel een prioriteit. Dankjewel. Alsjeblieft.